bent welkom in deze nieuwe weekvlog. Wij zijn aan het klaarmaken, want we gaan Nicky naar school brengen. Hè? Ik pak even een volkorenbrood met pindakaas. Deze, volgens mij van de Albertijn. En jam, fijne jam. Mijn ontbijt is meestal havermoutpap of een volkorenbrood met iets erop. Oh, ook interessant hier. Wat hebben jullie voor ontbijt? Volgens mij zijn er heel veel mensen die iedere ochtend hetzelfde pakken. Even staand ontbijten. Kennen jullie dat, mama's? Jongens, het wordt lente. De zon schijnt. Dan voel je meteen een ander mens, hè jongens? Wat gaan we doen? Ja. School. Ben jij al een zingen, vriend? Ups. Nick heeft van oma Arjan heel veel coins gekregen van de plus, maar hij heeft geen doosje. Dus ik kom nu net langs de plus, dus ik zei tegen Lea, kom, dan gaan we van Nick even zo'n doosje halen. En Lea zei dat ze iets wilt eten kiezen, dus even kijken. Oh. En toen was mama de pinpas thuis vergeten. Dus we gaan weer naar huis. Lea is even een boterhammetje aan het eten en aan het... Ja, wat is het? Verven, schilderen, kleuren met glitter. Glitter glue. Mooi schat. En ik ga even deze was opvouwen. Die ga ik ook opvouwen. En dan mag ik Maartens hemden weer gaan strijken. Vinden jullie van die trouwens? Sokken van Maarten. Cool hè? Van H&M. Heb je daar schat? Appel. Wat zeg je? Dat is de appel. Je denkt een appel. One down. Nog vier te gaan. En dan heb ik weer een goede hulp. Zie? Ja. Ja, helemaal goed. Die moet mama nog even strijken. Ik strijk hoor. En dat mag ook. Ah. Alsjeblieft. Gaat zij een worstje eten bij het kampvuur? Ik ga lekker slapen. Ja? Volgens mijn bed. Oh, de kindjes moeten ook mee, hè? Ja. Waar gaan ze naartoe eigenlijk? Vakantie. Yay. Lea heeft even geslapen en ik heb wat gewerkt. En dan gaan we Nicky halen. Hij schat? En dan gaan we eens kijken of we nu even naar de plus kunnen. Ik wil een snoepje eten. Ja, jullie mogen daar ook een snoepje kiezen. En een chocola? Nee, eentje. Je mag eentje kiezen. Snoepje. Ja, we gaan kijken in de winkel. Ah, ja. Snoepje. Ja. Hij doet het weer. De hele ochtend deed de camera het niet. En normaal als de kaart die erin zit vol is, dan staat er dat de kaart vol is. En dat stond er nu niet. Dus ik dacht dat die echt kapot was. Hallo, ik ben er weer. Ik heb de kids vanochtend naar school en naar de putterspeelzaal gebracht. En ik zit hier en probeer wat dingen uit te vogelen. Want ik ben aan het werken. Maar ik heb ook hier, dat ding was aardig vol. Dus ik heb wat dingen verwijderd. En ik heb te veel verwijderd. Waardoor ik nou... probleem heb dat ik wat dingen kwijt ben. Ja, dat is als je dingen verwijdert, dan ben je ook dingen kwijt. Lea is weer thuis en ze heeft weer zelf een crackertje met chocopasta gemaakt. We hebben nu wel de nieuwe afspraak. We gaan 's ochtends of 's middags eerst pap en een boter, pap of een boterham en daarna een crackertje. Want ze bleef maar gaan met die crackers, Nick ook. En ik heb een papje. Lea is weer wakker en we gaan even Nicky halen. En als we terugkomen, dan komen Bianca en Amy. En dan gaan we even lekker naar buiten, schat. Wat heb jij gedaan alles? Er gaat nog wat. Wow! Hoe zo? Dit is zo meisje. Ik heb nog op blauw. Blauw hè? Wat hoor je?
Na 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 na. Welk liedje is dat ook alweer? We all live in a yellow submarine. Pizzaatje. Bianca. Dank je. Voor jou. Ik had er al eentje. Eén. Ah, dank je. Super. Stop met Amy. Stop met Amy. Stop met Amy. Stop papa, wij zijn de baas van jou. Oh ja? Hallo, het is woensdagochtend. De kids zijn lekker aan het spelen. Maar ze moeten nu stoppen, want we moeten alles aan en de haakjes nog doen. Want we gaan over een kwartiertje Nicky naar school brengen. Je mag nog 5 minuutjes spelen. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Dat zijn seconden. Tot de grote wijzer op de 3 staat. Dan gaan we de jas aan doen. Kan de klok ook uit of zo? Als je de batterij eruit haalt, dan stopt hij met tikken. Ja. Zodat je dan langer kunt spelen. Ik ook. Ja, wacht even. Ja, jij mag ook. Ik ben de kans die heel wat kan doen. Ik heb vandaag een halve dag. Ik wilde eigenlijk iets leuks doen vanmiddag met de kinderen. Gisteren was het zo lekker weer, dus ik wilde wandelen. Maar ja, het is nu weer regenachtig. En ik was op zoek naar een leuk mamacafé of zo. Of een oudercafé. Weet je wel, zoals ze dat in Amsterdam hebben en in Rotterdam en weet ik veel waar. Maar hier in de buurt, ik kon niet echt iets vinden. In Heinsberg is, dat is over de grens in Duitsland, Baguette heet dat. Daar kun je, dat is echt kindvriendelijk. Hebben ze een speelhoekje en een luister. Hoe heet zoiets? Luister. Luisterboek, dat draait op de wc en ja, lekker eten, baguettes. Devro die wilde ook leuk mee iets gezelligs doen met kleine baby Sen. Dus we hebben nu besloten, we gaan gewoon gezellig hier binnen picknicken met de kinderen vandaag. Als je binnen wilt picknicken moet de grond natuurlijk wel schoon zijn, hè? Nou, ik heb hier al een picknickplekje voorbereid. En hier staat de mand. En dan gaan we nou, die gaan we nou vullen. Ik ga wat guacamole maken en moet je zien hoe klein en schattig deze is. Wat fruit. Wat water. Bordjes. Hier wat snoep. Dan hebben we hier de rauwkost. Nou, helaas bleef er niet veel over. Er waren ontzettend veel zwarte plekjes. Maar goed, er komt wat zout en peper op. En wat citroen. Zodat die niet te snel zwart wordt. En een half teentje knoflook. Was een gaatje nou? Jij hebt geen gaatje in de sokken. Mama wel, hè? Nou, een paar vegan snacks. Dadels met amandelen. Een wat rucola als we een broodje gaan beleggen. En voor de kids en Def nog een gekookt eitje. En ik heb nog wat maiswafels. Dan zetten we nog even wat natuurgeluiden op de achtergrond aan om het helemaal compleet te maken. Water en vogeltjes. Ja! Kom, gaan we Nick halen, goed? Zetten we deze zo op. Ik nog even op Devro wachten, die staat bij de kassa bij de Lidl. We hebben een lekkere rustige natuurmuziek opstaan met natuurgeluidjes. We gaan ondertussen eventjes een beetje dansen, hè? Ja, een romans dansen. En de kaas. Mogen jullie allebei samen tillen? Kom maar. Die beentjes hebben ook gevoel, schijnbaar. Het lijkt net alsof we op Bali zitten op het strand, toch? Ja, echt wel. Heerlijk, die zon. Ik heb het niet al te warm. Ik hoop dat wel, mama. Ja, hè? Jongens, dit is een aanrader. We weten niet precies hoe je dat zou moeten omschrijven, maar
Hoe heet het ook weer? Want je hebt je mond vol. Alweer. Maar je kunt het halen bij de kruidvat. Maar rijst, zijn dat rijstbladen? Of nog iets? Ja, oké. Okay. Rijstbladen, ja. Maar wel heel erg lekker. Ja. Oh, je hebt oude schoen. Hallo, het is donderdagmiddag. Ik heb net Lea van de peuterspeelzaal opgehaald. En we gaan zo even een ovenbroodje en een croissantje eten, schat. Ik heb een beetje hoofdpijn. Nou ja, dat heb je wel eens. Dus we gaan even kijken hoe de dag vandaag verder loopt. Lea heeft een potje sudocrème te pakken. Is die van mij? Zo, Lea, wat hebben we gemaakt? Baan. Ah, we hebben een baan gemaakt. Kijk, moeders loopt hier ook rond. Hoi moeders. Papa's weer thuis. Jij was wel, papa. Was ik wel? Ja. Oké. Hou jij de camera even vast dan? Ik. Ja? Papa de dromen door, hè? Oh, dat past niet meer, ja. Zie mama. Wat zeg je? Zie. Oh, misschien mama. Mama, kom even. We hebben bezoek. Hoog bezoek. Hè? Lekker ding. Dum, bidum, 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 bidum. Oh, dat is toch een mooie jongen, hè? Dat is een mooie jongen, ben jij? Boedi, boedi. Boedi, boedi. Daar zijn onze kindjes. En Arjen en Devil. Druk je lekker. Woody. Dag allemaal.